Enschedeërs willen dat er een einde komt aan de jaarlijkse vuurwerkoverlast in de stad. Dat bleek vandaag tijdens een speciale bijeenkomst met enkele honderden Enschedeërs in de Twentehallen. Een dwarsdoorsnede van de bevolking was uitgenodigd. Terwijl lokale burgemeester Ilko Ehrenberg de cake in stukken snijdt, buigen zich binnen in de Twentehallen zo'n 300 burgers over de vraag hoe er een einde kan komen aan vuurwerkoverlast. De deelnemers gaan onderling met elkaar in gesprek. Dat we wat meer moeten gaan doen aan handhaving, opleiding en verantwoordelijkheid. Op de Westerbrink beginnen jongelui al in november af te steken. En dan zitten veel ouderen in de wijk en die durven echt die laatste maand van het jaar niet meer goed buiten te komen. We moeten kinderen en ouders uitleggen hoe zij het beste vuurwerk af kunnen steken en wat je wel niet moet doen. Wat moet je nou, hou je van vuurwerk? Dat neem ik wel aan, toch? Nou, ik vind het mooi om naar te kijken, maar het afsteken zelf vind ik niet echt heel leuk. Dan ben je wel een van de weinige jongeren die het zelf niet zo leuk vindt om af te steken, toch? Ja, ik ben een van de weinigen, ja. Nou, ik heb zelf al best wel negatieve ervaring met vuurwerk. Dus het moet gewoon beter gehandhaafd worden en er moet ook veel meer voorlichting bij jongeren. Maar er wordt wel eens vuurwerk gegooid naar bijvoorbeeld mijn hond. Die is al een keer bijna geraakt geweest. En ook gewoon dieren bij in de buurt, die wat vuurwerk toegegooid. Er wordt ook vuurwerk naar mij toegegooid. En ik pik daar niet echt. Wat betreft het vuurwerk ben ik neutraal. Ik vind dat het er mag zijn. Maar ik zou wel graag zien dat er wat meer rekening met andere mensen wordt gehouden.